Ja, Steven, ook weer in het land. Ja, altijd wel toch? Ja, oh nee, ja. Ik ben er nooit eigenlijk. Ja. Nou ja, hier ben je altijd wel bij. Ja, daarom. Wat is het? Ik denk 2001 voor de eerste keer gespeeld hier of zo. Sindsdien ieder jaar erbij geweest. Ja? Ja. Niet altijd main event gespeeld, de eerste jaren niet hoor. De eerste jaar weet ik nog dat ik de 200 limit ging spelen. En dat vond ik al best wel wat. Dus, Dat waren nog eens tijden. Ja, was leuk. Lekker klikken. Hey, en ik heb het einde niet meer gevolgd, maar heb je de dag 2 gehaald van de 1500? Ja, ik moest even een paar keer re-enteren. Tweede entry verloor ik een flipje. Eerste entry ging ik bust met een flush tegen Jorrit's hogere flush. Ja, die heb ik meegekregen. Die man runt aardig. Ja, kan eigenlijk niet. En mijn derde entry dubbelde ik en nog wat puntjes verzameld. Dus 35, dat is prima. Ik ben er blij mee. Ja, want ik heb je op een gegeven moment wel aan vrij zware tafels zien zitten ook. Hoe was het veld? Heb je een beetje een beeld ervan gekregen? Je bent wel overal geweest. Ja, daarom. Het was gezellig. Nee, die eerste tafel, daar zie je wel een hoop bekende koppen. Maar de andere helft is toch nog steeds gewoon best wel matig. Om het netjes te zeggen. Ja. Ik denk het gewoon een heel mooi toernooi is weer. Structuur is nu ook 3 daags. Dus ja, en een dikke prijzenpot. Want er stonden gewoon rijen bij die re-enter-balie. Ja, Noah die ging op het laatst nog even boom, boom, boom in 3 consecutive hands. Nog even re-enteren. Dus, wauw. Ja, die moet je erbij hebben. Ja, goed. Ik denk dat iedereen wel, of niet iedereen, maar de helft zal wellicht wel 1 of 2 re-entries hebben willen doen. Ja, dat tikt wel aan. Dus. Ja, ik zag Govert Metaal heel trots tweeten. Dinnerbreak en pas 1 re-entry, dat kon hij niet geloven. Ja, nee, ja, ik lag er na een paar uur alweer uit. Dus, heel veel spelers stellen zich toch wel erop in, merkte ik. Ik had het idee dat de vrijlichting ging allemaal. Ja, nee, maar het is ook niet super diep. Dus je weet, inderdaad, dat scheelt ook. Maar je weet ook, ja, je moet er rekening mee houden dat het een re-entry wordt. Dan kun je nog beter, als je maar een x-bedrag beschikbaar hebt, presenten verkopen voor je eerste entry en dan in ieder geval wel kunnen re-enteren. Want dat gaat gewoon vaak gebeuren, zo ondiep is het gewoon. Dus, ja. En afgelopen dag zag ik op Facebook wat feestfoto's voorbij komen. Jij was ook in Vegas gekomen. Over presenten gesproken bedoel je? Want je had ook nog wat procentjes in Jorrit, begreep ik. Dus dat is ook feest, denk ik dan. Ik had een klein aandeeltje. Genoeg om daar mee te kunnen feesten. Ja, elk aandeel is feest, denk ik. Ja, dat inderdaad. Dat was het. Dus nee, het was heel leuk. Echt een hele bijzondere ervaring om daar te zijn om deze reden. Normaal ben je er gewoon in de zomer en dan ben je gewoon druk aan het rijden. En af en toe een feestje. En nu was het gewoon daar om te feesten en af en toe een beetje rijden. Ja. Ik moet zeggen, je ziet er wel fris uit. Dus of je hebt je goed gedragen of je bent op tijd gestopt. Ik ben al een paar dagen terug. Daar zal het wel mee te maken. Okay. Ik was niet meer zo fris. Nee, ja, één avondje ouderwets dronken geworden. Dus dat was wel. We hebben vanavond nog een kans. Heineken Players Party. We gaan even een biertje pakken toch nog? We gaan zeker een biertje pakken. Ik heb alleen nu natuurlijk wel een stekje staan. Dus ik kan het niet te gek maken. Maar we beginnen pas om 2 uur. Precies. Gaan we een biertje pakken. Keurig, oké. Zie ik je zo. Gezellig. Dankjewel.